Ik heb het lang geheim moeten houden, maar vandaag mag ik het toch eindelijk bekendmaken. Een jongensdroom die uitkomt. Een aantal weken geleden ben ik door QC benaderd of ik interesse had in een Scania R530 V8. Een jongensdroom die echt letterlijk uitkomt, want wat zijn het gave machines. Ik ga plaatsnemen achter het stuur van de 80. In plekken van de 81. Jeffrey had de 81, ik op de 80. Recentelijk heb ik nog een nieuwe Actros gehad. Dat is ook te zien op het kanaal van Jeffrey. De kans die of ik nu heb gekregen om op de mooie Scania te gaan rijden, ja, die waardeer ik echt enorm. Fantastisch dat ik op zo'n mooie wagen mag gaan rijden. Een jaar geleden waren wij in de running voor twee nieuwe auto's en de keuze bij Scania is gevallen omdat ik persoonlijk vind het een ontzettend mooie auto en we wilden de chauffeurs een keer een leuk daglicht zetten. Ik wist wel dat er auto's besteld waren en er was iets speculatie over dat er nieuwe auto's gingen komen, maar ik wist niet dat het over een Scania ging of een V8 überhaupt. Deze auto's zijn ook in het geheim opgebouwd en eigenlijk, eerlijk gezegd, heb ik ze pas eergisteren voor het eerst echt zelf gezien. Jeffrey Kerkhoven die had bij ons een hele mooie Mercedes Actros. De oud-chauffeur die erop reed, die zat op de planning autotransport en die wilde graag weer terug chauffeur worden. Terug de keuze geven om op zijn eigen auto te mogen rijden. En vandaar de keuze dat Jeffrey op de Scania komt te rijden. We hebben gisteren nog een rondje gereden en echt wat een fantastische auto's zijn dit. Echt, als je zodra je gas geeft, ja, gewoon een kinderdroom. Dat is gewoon fantastisch. Alles is gewoon perfect. Schakelen, alles. Nou, we hebben gekozen voor de V8 motor. Niet dat we die pk's zeer nodig hebben, maar we vinden het zelf ook gewoon mooi. Een echte V8, dat is eigenlijk voor de chauffeur het paradepaardje waar je zijn werk mee mag doen. Lange overbrenging, dus die auto die draait eigenlijk bij 90 km per uur of 80 km per uur. Draait hij eigenlijk heel mooi lage gering, waardoor die ook nog zuinig is. De grote cabine, veel ruimcomfort dus voor de chauffeur. Je hoort alleen al aan het stationair draaien van de auto's dat het de V8 is en ja, is gewoon perfect. Uiteraard ga ik de Actros echt wel missen met de zithoek die hij natuurlijk had. Want die auto die was uitgevoerd met een speciale zitbank en een tafeltje waar je s'avonds als chauffeur echt lekker op je gemak kon zitten. Maar dan krijg je toch een Scania V8 voor je neus gedouwd. En die keuze die kan je gewoon niet laten gaan. Een V8, een jongensdroom die echt gewoon uitkomt. Ik zeg het heel vaak. We hebben gekozen voor de staande uitlaten met een mooi slangenrek erbij, zodat de chauffeur van slangen netjes op kan bergen. Alcoa's zitten eronder, dat vinden we zelf ook heel mooi. Al onze trucks hebben eigenlijk Alcoa's het mooie zicht met de kleur geel, komt dat heel mooi naar buiten. Ja, wat extra verlichting aan de voorkant, vooral als je s'avonds natuurlijk op de lange baan zit, ergens in the middle of nowhere, dan wil je wat verlichting hebben. Een mooie zwaaibalk op het dak, verstralers, breedte verlichting rondom. Precies hoe de jongens hem eigenlijk willen hebben en dat geeft een beetje eenheid met het wagenpark. Eigenlijk alle auto's van ons die hebben rondom wat extra verlichting. Dat vinden we zelf mooi, maar ook geeft ook een vorm van eenheid in het wagenpark. Wat ik zelf het mooiste van de auto vind, zijn denk ik dat toch wel de uitlaten. Uitlaten, ik gaf het net al aan, het geeft toch iets van kracht aan een auto. Een bepaalde uitstraling van, ja jongens, daar komt wat aan. En ja, dat vind ik zelf wel echt het mooiste van de wagen. Het is een hele bijzondere auto. En ik ga er zeker nog het een en ander aan veranderen. Interieur, stuurtje, waarschijnlijk. Komt er wel wat een en ander op en aan. En ja, sorry, ik ben gewoon zo trots als ik kan op deze mooie Scania. En ja, ik hoop veel veilige kilometers te hebben. Ik ben echt onwijs blij met deze nieuwe Scania. En ik ga met heel veel plezier 2024 in. Ben benieuwd, staat jouw auto binnenkort achter op mijn trailer? We gaan het zien.